De afgelopen dagen hebben we het gehad over zintuiglijke prikkelverwerking. Het verwerken van de prikkels welke je van buitenaf ontvangt. Dus wanneer jij je in een ruimte begeeft met allerlei geluiden, allerlei andere mensen die dingen zeggen, die dingen doen, dan worden heel veel van jouw zintuigen, verschillende zintuigen worden geprikkeld. Die prikkels, dat zijn geen chemische stoffen. Dat kunnen lichtflitsen zijn, dat kunnen geluidstrillingen zijn. Maar die moeten in jouw hersenen omgezet worden tot chemische prikkels. Die moeten kunnen leiden tot de productie van een neurotransmitter, een chemische signaalstof. En die neurotransmitter moet via jouw zenuwbanen kunnen leiden naar onder andere jouw spieren om een reactie op die zintuiglijke prikkels te kunnen veroorzaken. Wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking in jouw hersenen wel goed verloopt, dan kunnen alle zintuiglijke prikkels welke jij ontvangt vanuit je omgeving, kunnen rustig door jou verwerkt worden. Jij kan dan hier controle op uitoefenen of jij en in welke mate en hoedanigheid jij reageert op alles wat jij vanuit je omgeving ontvangt. De geluiden, de lichten, de woorden van anderen, het gedrag van anderen. Jij hebt dan controle of jij daarop reageert en hoe jij daarop reageert. Op het moment dat jij dat bij jou in jouw hersenen zintuiglijke prikkelverwerking niet goed plaatsvindt, dan zul jij overprikkeld raken door alle prikkels welke jij van buitenaf ontvangt. Dan zullen jouw zintuiglijke zenuwreceptoren, en dat zijn exteroreceptoren, sensorische receptoren, zullen prikkels ontvangen, maar voedingsstoffen zullen dan ontbreken in jouw zenuwcellen om signaaltransductie, signaaloverdracht van de prikkel welke jij ontvangt van buitenaf ook wel over te kunnen dragen in jouw cel. Met als gevolg dat er een uitputting van jouw zenuwcellen ontstaat, dat stresshormonen geproduceerd zullen worden die jouw bloedsuikerspiegel verhogen, jouw vaten vernauwen en vervolgens de druk opvoert op jouw spieren, waardoor jij ongecontroleerd gaat handelen en jij gespannen zult raken bij elke prikkel welke jij vanuit je omgeving ontvangt. Jij kunt dat dan niet rustig afwegen waar en of jij ergens op reageert. Je zult je niet goed kunnen concentreren. En overal zo'n oncontroleerbare lichamelijke reactie, een spanning in je lijf opvolgen wanneer jij in een drukke omgeving met veel zintuiglijke prikkels verkeert. Deze overprikkeling die zien we regelmatig tegenwoordig bij menig kind en menig volwassene. Mensen die overprikkeld raken wanneer zij in een ruimte, in een omgeving verkeren waarbij zij vele zintuiglijke prikkels ontvangen. Hoe kan dit? Nou, dit is eigenlijk heel makkelijk te verklaren. Want in jouw bloedbaan is altijd glucose aanwezig. Daar hoeft niet extra glucose bij, want extra glucose in jouw bloedbaan betekent een extra prikkeling van alle sensorische zenuwcellen in jouw lijf. En dat kan tot overprikkeling leiden, want elke prikkeling moet verwerkt worden. En voor die verwerking in jouw hersenen is vocht nodig, is zuurstof nodig en zijn allerhande bouwstoffen nodig. Als wij kijken naar onze voeding, de voeding welke wij tegenwoordig eten, dan zit in elk eetmoment van menig Nederlander, zit ongeveer de helft, als het niet meer is, zit vol met brandstoffen, koolhydraten, bronnen van glucose. Het geconcentreerde goedje wat al in je bloedbaan aanwezig is. Wat om zintuiglijke prikkelverwerking mogelijk te kunnen maken, juist aangevuld moet worden met veel vocht en allerhande bouwstoffen. Maar als je kijkt naar de voeding van menigeen, worden dan die koolhydraten, de zetmelen, het brood, de crackers, worden die dan wel altijd aangevuld met vochtrijke voeding, met daarin alle essentiële bouwstoffen? Nee. De voeding
van menig kind en menig volwassene staat bol van geconcentreerde brandstoffen en onnodige nutteloze stoffen, voedingsstofisolaten zoals additieven. Dat kunnen allerlei conserveermiddelen, kleurstoffen, geurstoffen en dergelijke zijn. Maar schiet tekort in vocht vooral en essentiële bouwstoffen. Als jij naar je maaltijden kijkt en je zou met je hand je voeding vastpakken en je zou dat proberen uit te knijpen. Hoeveel vocht kan jij er dan uit knijpen? Niet heel veel, hè? Terwijl toch het allerbelangrijkste is om in je hersenen te kunnen verkrijgen vocht is. Want bij de prikkelgeleiding in je hersenen, dat vergt energie en er is zuurstof bij nodig. En wanneer jouw hersencel onvoldoende vocht en onvoldoende elektrolyten bevat, dan kan zuurstof niet goed in jouw cellen geraken. Glucose en zuurstof is altijd wel in je bloedbaan aanwezig, maar de opname ervan in jouw zenuwcellen, jouw exteroreceptoren, is niet gegarandeerd. Jouw voeding moet de bouwstoffen bevatten van bijvoorbeeld de celmembranen van je zenuwcellen. Die celmembraan die bestaan uit glycoproteïnes en glycolipiden. Dat wil zeggen dat jouw voeding bol moet staan van allerhande bouwstoffen uit eiwitten en vetten. Onze voeding bevat overwegend koolhydraten. Dat zijn brandstoffen. En niet altijd voldoende essentiële stoffen. En essentieel wil zeggen dat je lichaam die niet zelf kan vormen, dus afhankelijk is van je voeding hiervan. Essentiële stoffen uit eiwitten en vetten. Dat verklaart een hele hoop en dat verklaart waarom vele kinderen en vele volwassenen met die voeding, met veel geconcentreerde brandstof en alle andere additieven en tekorten in essentiële bouwstoffen, moeite hebben zintuiglijke prikkels te kunnen verwerken. Want zij ontvangen veel van deze prikkels. Zij overprikkelen hun hersenen zelfs nog extra door nog extra brandstof in hun lijf te stoppen, middels de koolhydraten die ze eten. En vervolgens schiet hun voeding tekort in vocht en bouwstoffen welke nodig zijn om die prikkels te kunnen verwerken. Vind je het logisch dat jij dan heel impulsief, gespannen, oncontroleerbaar reageert en overprikkeld raakt, onrustig raakt wanneer jij in een omgeving, in een situatie belandt waar veel sociale interactie is met veel zintuiglijke prikkels? Ik niet. Deze dagen hebben we het erover en vandaag de laatste in de reeks. Wat je voeding nou eigenlijk moet bevatten, want dat leren we vaak niet, om zintuiglijke prikkelverwekking mogelijk te maken. Dat is dus veel vocht en veel bouwstoffen. Brandstoffen zijn daarvoor niet nodig, want brandstoffen in de vorm van glucose is al in jouw bloedbaan. Dat is een niet-essentiële stof. Wat wil dat zeggen? Jouw lichaam kan deze zelf vormen. Maar wat leren we? Onze hersenen hebben brandstof nodig in de vorm van koolhydraten. Ja, dat klopt, maar die is dus al in jouw bloedbaan aanwezig. Die hoeft niet aangevoerd te worden in jouw voeding. Leggen we daar de nadruk op, maar vergeten we juist dat het allerbelangrijkste vocht een essentiële bouwstof is en zit dat niet in onze voeding, ja, dan raken onze hersencellen overprikkeld en dat is aan de orde. Eergisteren hebben we het erover gehad dat jouw voeding absoluut liefst elk moment dat je wat eet groente moet bevatten met veel vocht daarin aanwezig, fermenteerbare vezels daarin aanwezig die voor een optimale zuurtegraad in jouw darmen en vervolgens ook jouw lijf kunnen zorgen en een goede intacte darmwand. En dat is heel belangrijk om voedingsstoffen uiteindelijk aan te kunnen laten komen in jouw hersenen. Daarnaast bevatten groenten essentiële suikers, welke de suikerantennes vormen op jouw zenuwcellen. En enkel wanneer die suikerantennes op jouw zenuwcellen intact zijn, dan kunnen jouw zenuwcellen kunnen prikkels ontvangen en verwerken. Gisteren hebben we het erover gehad dat die groenten aangevuld moeten worden, liefst elk moment dat je wat eet, met dierlijke eiwitten. Want die bevatten essentiële aminozuren, alle essentiële aminozuren. Die dierlijke eiwitten moeten niet verhit worden samen met suikers, want dan gaan de aminozuren zijn niet meer intact. En die aminozuren zijn nodig om je celmembranen intact te houden, om receptoren te kunnen vormen, zodat de prikkels verwerkt en ontvangen kunnen worden. En om allerhande neurotransmitters, stimulerende en remmende neurotransmitters te kunnen vormen. Vandaag gaan we het erover hebben dat die groenten en die dierlijke eiwitten nog wel aangevuld moeten worden met omega-3 en omega-6 vetzuren. Die zijn aanwezig in vette vis, noten, zaden en pitten. Ten eerste eten we die niet zo heel veel, kinderen vooral niet. En ten tweede verhitten we die vaak, waardoor de hele kwetsbare vetzuren kapot gaan. Ga je dit integreren in jouw eetpatroon wanneer je moeite hebt met zintuiglijke prikkels?